Vincent Muda, komend weekend staat de Aegon NK Kleine Nummers op het programma. Dat is het begin van het nieuwe roeiseizoen. We moeten toch nog even terugkijken naar Londen. Wat hebben jullie daar geleerd? Hoe we verliezen, dat willen we dus niet meer. Dus wij hebben nu geleerd hoe we moeten gaan winnen. Wat ging er mis, Tigo? Nou, de wedstrijd was gewoon, ja, we kwamen gewoon niet in ons ritme. En, ja, we hadden gewoon de voorwedstrijd in de halve finale gewoon beter moeten roeien. Dan hadden we een betere uitgangspositie gehad. Dat zit. Vincent, wat is de opdracht voor het NK? Winnen, winnen, winnen. Dat is eigenlijk de opdracht in de skif. En, maar wel met de juiste halen. En ja, één van ons moet winnen, sowieso. En die andere moet tweede worden. Is het NK ook een kwalificatiemoment? Nou, het is niet een kwalificatiemoment. Maar het gaat wel veel betekenen voor de rest van de toekomst. Want je kan, als je daar niet goed roeit, dan kunnen er weer heel veel dingen gaan veranderen. En dan wordt de selectiedruk voor die lichte mannen dubbel 2 nog hoger. En dan heb je niet echt meer een poot om op te staan. Dus je kan beter gewoon winnen. Dan snoei je iedereen de mond. En dan kan je gewoon verder gaan met je project. Dan denkt iedereen, ah, hij zit op koers. Mikken jullie nu op het WK in Zuid-Korea eind augustus? Of mikken jullie eigenlijk al op het WK in 2014? Wat hier op de Bosbaan wordt georganiseerd. Wij mikken nu eerst op het Europees kampioenschap eind mei. Daarvanuit willen we gewoon naar de wereldbekers. Goed presteren en dan naar het WK in Zuid-Korea 2013. Dat is uiteindelijk het einddoel voor dit jaar. En met de resultaat in Zuid-Korea mikken we direct op het WK in 2014. Daar willen we echt gaan staan, omdat dat in Nederland is uiteraard. Jullie hebben een hele speciale voorbereiding gekozen. Daarbij worden jullie ondersteund door Hans Kelderman, wereldkampioen in 1989 op de lichte 4. Wat is zo bijzonder aan die samenwerking? Wat er zo bijzonder aan die samenwerking is. Nou ja, hij heeft ballet gedaan. En het leuke aan ballet is, je moet daar echt stabiliteit en je core stability ga je daar verbeteren. En dat is voor in de boot heel belangrijk. Ik heb in mijn voorbereiding al op jonge leeftijd, nadat ik wat rugproblemen had, heb ik gebruik gemaakt van balletoefeningen. En ik denk dat het een hele belangrijke bijdrage was aan mijn roeicarrière. Wat heb je daar dan geleerd? Wat ik geleerd heb is eigenlijk in feite de coördinatie over mijn lichaam. En de coördinatie later heb ik gebruikt in de boot. Ik heb geleerd zich om het lichaam te kunnen beheersen. Dat wil zeggen dat je coördinatie, je boot specifieke bewegingen goed kunt opvangen. Dus de gebroeders Muda beginnen het nieuwe roeiseizoen met balletles. Ja, dat gaan we zeker doen. Ben benieuwd. En vierde